Ik ga het even voordoen. Hoppa! Ik ben aangekomen in Zevenhuizen en check even mijn nieuwe fashion. Ik heb een nieuwe outfit aan. Teler Chris zei, Hugo, trek maar laars aan, want het kan zomaar eens drassig worden. En welke teler is het? De spruitenteler. Die kleine groene rakkertjes die niet een heel goed imago hebben en toch sommige mensen niet lekker vinden. Is dat wel juist? Is dat wel correct? Is dat een beetje achterhaald? Laten we een lans breken voor de spruit. Op zoek naar Chris. Ik zie hem al. Chris! Hey, Hugo! Kijk nou, de palmboompies. Ja, mooi hè? Wist je dat heel veel mensen niet meer weten hoe spruiten groeien? Oké. Dus ja. Ik vind het al heel leuk om te kunnen laten zien. Ja, dat is gewoon bizar dat van zo'n plantje, hè, dat het zoiets groots kan worden. Hoeveel spruiten zitten er gemiddeld aan zo'n stronk? Gemiddeld tussen de 80 en de 100 spruiten. Echt veel, hè? Ja, klopt. Hoe lang duurt het nou voordat je zeg maar van planten tot oogsten? Nou, om en nabij de 7 maanden. 7 maanden geleden is deze geplant. Ja. En het is nu oogsttijd. Ja, de oogsttijd van ons die begint vanaf eind augustus tot en met begin maart. Dus elke dag oogsten. Oh, dat is gewoon heel lang. Ja, klopt. Wauw. Okay. Ja, de mensen die blijven maar spruit eten. Nou ja, ben je blij toch? Ja, natuurlijk. En toch hebben ze niet het beste imago op een of andere manier. Nee, ja, dat is ook gek. Dat is van vroeger uit is dat al begonnen. Qua smaak. Bitter. Ja. En er was een om ze minder bitter te krijgen, dan moesten ze er vorst overheen. Dat is bij boerenkool. Klopt. Tegenwoordig is dat niet meer nodig. De rassen die zijn zo veranderd. Door kruising van verschillende rassen zijn die spruiten zijn gewoon zoet uit de rijen. Kijk. Nou, ideaal. Ja. En ze worden machinaal geoogst. Ja, klopt. Dat wil ik graag zien. Nou, kom. Kan dat? Ja, zeker. Dan gaan we kijken. Let's go. En je wordt met de scherp geschoten hier. Ja, dat klopt. Ja. Dan zuigt hij de overgebleven bladeren zuigt hij eruit. Oké. Okay. Ja. Oh, hier. Kijk, wat een gezellig hutje hier. Ja, gezellig, hè? Dan wordt de plant afgezaagd. Ja. En dan pakt hij een beet en dan duwt hij hem in een kop met draaiende mesjes. En zodra hij hem erbij doet, knijpt hij hem dicht. En dan trekt hij hem er doorheen. Dan snijdt hij de spruit af. En die snijdt... Ah. Ja. En dan, als hij er doorheen is, dan worden de stokjes die worden verhakseld tot stukjes. En, dat is dan en die weer... blijven op het land? Ja, dat is dan weer goed voor de bodem. Aan het eind van de dag hoef je niet naar de sportschool als je die gedaan hebt. Nee, dat snap ik. Het is wel feestelijk. Ja, dat klopt. Ik ga het even voordoen. Ik snap hem. Hoppa! Maar het kind kan de was doen. Oh! Kom maar. Dit dat lief land. Nou. Hij is nog best wel pittig. De snelheid zit er goed in. En er is eigenlijk geen plek voor falen. Je moet hier door. Het is hard werken, maar wel leuk werk eigenlijk. En wat blijft het toch een magisch mooie plant. Ja. Hoe ben jij in spruiten terechtgekomen? Nou, ik ben eigenlijk... mijn vader teelde spruiten en mijn opa teelde spruiten. Dus van kleuter af aan weet ik niet beter dan we spruiten hebben. Echt een familiebedrijf. Precies, ja. En wat heeft zo'n spruit dan nodig? Hoe groeit dit? Nou, je hebt natuurlijk een hele vruchtbare grond nodig. En dat is deze grond gewoon. Het is gewoon perfecte grond om spruiten te telen. En dan genoeg voeding, water en heel veel liefde en vakmanschap. Liefde en vakmanschap. Ja, precies. Is dan krijg je sukkerspruiten. Wat voor, is dit zandgrond, kleigrond? Kleigrond. Kleigrond. Ja. Daar had ik al een klein beetje door. Ja, dat klopt, ja. Ja. Dus dat houdt goed water vast ook, toch, ja, kleigrond? Ja, dat klopt. Ja. Mooi zeg. Even kijken, we hebben dus nu geoogst. Ja. Dan zit het in die ontzettende kiepbak die ik daar zie staan. Ja, dat klopt. Ja. De kieper is vol. Dus, en, waar gaat hij heen dan? En dan gaat hij naar Bergshoek. Dat is eigenlijk de oude locatie waar ik woon. En dan doen we het sorteren. Hier. Ja. Dus als je het verschil ziet, dan doen we dat op maat sorteren, noemen ze dat. En gaat dit... het ook weer machinaal? Ja. En dat kan ik dat ook zien vandaag? Ja, natuurlijk. Wil je nou alles weten over deze spruit? En wil je nog meer recepten om ze lekker klaar te maken? Check dan even allerhande.nl. Nou, die bak is vol. Ja. Op het land. En nu zijn we bij de loods. Of hoe noem je dit? De sorteerhal. De sorteerhal. Ja, klopt ja. Hier worden ze gelost? Ja, hier worden ze gelost. Dan komen ze uit de kieper. En dan gaan ze naar binnen toe over een sorteerder en een camerasysteem. Die filmt elke spruit. En die zegt van nou, het is een goede of een slechte. Een lelijke spruit wordt eruit geschoten. Ja, ja, precies ja. Daar hebben ze vingers op gemaakt. Er zijn allemaal vingertjes naast elkaar en die gaan met lucht. En als die spruit valt, dan ziet hij van het is een goede of het is een verkeerde. En dan
schiet je ze eruit. Maar dat gaat heel snel. Spruiten worden weggeschoten. Ja. Dit wil ik zien. Ja. Kan ik dat zien? Ja, natuurlijk. Let's go. Oké, dus het komt daar binnen. Ja. Dan komt het op een trilband. Schutband. Schutsorteerder eigenlijk. De grote blijven erop en die gaan weg. Ja. De te kleintjes vallen doorheen en die gaan ook weg. Ja. En de perfecte vallen op deze band. Ja. Dan komen ze hier. Ja, en als er dan nog een verkeerd plekje of een kleurtje aan zit, worden ze door die vingertjes pam, pam, pam weggeschoten. Ja. Klopt, ja. In een fractie van een seconde. Ja, precies, ja. Ja, dat gaat zo snel, dan kan je bijna niet bijkijken. Oké, dus nu wat hier nu naar beneden valt, zijn de beste spruiten. Ja, klopt, ja. Alleen, die hebben nog wel verschillende groottes. Ja, precies, ja. Klopt. En wat gaan we dan nu doen? Nou, dan gaan ze hier in de bunker. Dit is eigenlijk een tussenopslag. Ja. En dan gaan ze vanuit deze tussenbunker gaan ze naar de opvoerband. Dan gaan ze omhoog en hebben we daar een trilzeef. En die trilt nog de laatste blaadjes eruit. Dan heb je altijd nog een blaadje wat van een spruitje afvalt zo, soms. Die valt daar, ja, die valt daar doorheen. Maar dit is wel een verschilletje. Ja, dat klopt. Ja. Nou, een plant die hebt nooit dezelfde maat spruiten zit er aan de plant. Dus deze die zit meest bovenin de plant. En deze zit onderin de plant. En dan heb je dit soort spruiten, dat zijn kopspruiten, die zitten helemaal bovenin de plant. Ja, die zijn eigenlijk eruit geslagen. Ja, precies. En wat doen we hiermee dan? Met deze hele grote? Die hele grote die gaan meestal naar Duitsland, Frankrijk. Die willen alleen maar grote. Oh, die willen alleen maar grote? Ja, alleen... In Nederland willen we juist vaak deze. Ja, nou ja, zo heb ieder land zijn eigen kenmerken van vraag. En welke vind je zelf het lekkerst? Ik vind de kleinste het lekkerst. De kleintjes. Ja. De band loopt en dan komen ze op deze rollen. Wat gebeurt hier? Wat zijn deze leuke dames aan het doen? Deze leuke dames zijn nog aan het nalezen. Oké. Ja, er blijft altijd nog een verkeerde in zitten en die rapen hun er dan nog met de hand uit. Maar we willen natuurlijk een perfect product afleveren. Ja, ik word er helemaal dol van. Ja, goed opletten, hè? Hey. Ja. Oké, dus de laatste controle, maar de band loopt door. Ja, de band loopt door, ja. Klopt. Nou, dit is eigenlijk de schutsorteerder. Hier springen ze een beetje. Ja, dat klopt. Ja, daar hebben we verschillende zeven op. We hebben hier een zeef, dat is een pijlenzeef. Daar gaan ook de allerkleinste en de blaadjes nog doorheen. Daarna hebben we de D-zeef. De D'tjes, dat zijn eigenlijk de kleinste spruitjes. En daarachter heb je weer een zeef en dat is de A-zeef. Dat is eigenlijk de maat die in Nederland meest verkocht wordt. Ja, precies. En dan gaan ze dus per klasse in een aparte band. Ja, per maat. Per maat. Ja, dat klopt. Nou, let's go. Kijk, dan hebben we hier de D'tjes, dat zijn de kleintjes. De kleinste. Ja. Dan hebben we hier een wat grotere. Dit is A. Ja, dit is A. Deze wordt eigenlijk het meest in Nederland verkocht. Dit is, ja, precies. Ik herken, ja. Dit is de meest populaire Hollandse spruit. Precies. Oké, dus de goede spruiten gaan dus nu weer met deze band naar boven. Precies, ja. En dan die kant op. Ja, dan komen ze in de bunker. En dan hebben we twee vakken voor de A en de B. Dus dit zijn gewoon de perfecte spruiten. Ja, precies. Dus die gaan zo het zakje in. Dit gaan we in de winkel gewoon zo zien. Ja. Prachtig. Ja. Ze zitten strak in het velletje. Ja, dat klopt. Maar er zit heel veel liefde in die spruiten. Want anders krijg je ze niet zo mooi. Ja, maar dat zie ik. Dus dit is eigenlijk het eindproduct? Precies, ja. Nu zijn we rond. Ja, we zijn rond. Ze gaan zo de koolstof in en dan worden ze opgehaald. Ja, ik durf het bijna niet te vragen, maar zou ik er een paar mee mogen hebben? Ja, zoveel als je kan dragen. Oké. Ik zei een klein beetje, hè? Ja, nou, je bent een groot eter, dus je weet er wel raad mee. Nou, zeker. Ja, en gelukkig zijn ze ook steeds populairder, toch? Ja, deze zijn niet aan te slepen, dat is echt waar. Spruiten zijn gewoon super gezond. Hoe eet jij ze het liefst? Nou, mijn vrouw die doet ze heel kort koken en dan even roerbakken. Ah. En dan eet je echt je vingers erbij op. Dat is jouw favoriet. Ja, en heb je nog een tip voor mensen die toch zeggen, ja, ik vind het toch nog steeds iets te bitter? Terwijl het eigenlijk al helemaal niet meer bitter is. Ja, als je ze dan kookt, gooi er dan een suikerklontje bij. Tijdens het koken? Ja, tijdens het koken, dan worden ze gewoon zoeter. Ja. Ja. Dat is eigenlijk niet meer nodig. Nee. Nee. Het is allemaal achterhaald, dus het is vooral voor de volwassenen. Ze zijn niet meer bitter. Leer het je kinderen vooral eten, want het is super gezond en ontzettend lekker. En je kan er heel veel mee doen. Ja, ik ga koken. En heel Nederland terug aan de spruit. Doei! Dag!